elk moment van het leven, elke seconde, elke microseconde, komt er eigenlijk een oneindige hoeveelheid aan informatie op ons af. Wat we zien, wat we horen, wat we voelen, wat we ruiken, proeven. En dat is zoveel dat we dat helemaal niet allemaal gelijktijdig kunnen bevatten. Dus ik maak een keuze. Elk moment dat ik kijk, dat ik luister, maak ik een keuze uit alles wat beschikbaar is. Wat ga ik nou, waar richt ik mijn aandacht op? En dus uit al die miljoenen onderdeeltjes informatie kies ik er tussen de 5 en de 9 ongeveer. Dus wat ik kies zegt vooral iets over mij. Dus ik zie niet zozeer de wereld om me heen zoals die is, maar ik zie de keuze die ik maak uit alles wat er nu is. En als ik dus mijn aandacht gericht heb op gevaar, dan ga ik heel veel gevaar zien. Als ik mijn aandacht heb op mogelijkheden, dan zie ik overal mogelijkheden. En zo is de wereld die ik zie eigenlijk niet de wereld zoals die is, maar de wereld zoals ik ben. Dus waar ik ook kijk, zie ik vooral mezelf. Ik heb in werkelijkheid geen flauw idee wie er nou voor me zit. Het enige wat ik weet is mijn interpretatie van jou. Maar wie je werkelijk bent, kan ik onmogelijk weten. Want ik kijk jou door mijn ogen, ik hoor jou door mijn oren, ik voel jou door mijn gevoel. En mijn verhaal, wat daaraan vooraf gegaan is, dat mij tot dit moment gebracht heeft. Dus waar ik ook kijk, in welke richting ook kijk, zie ik net zoveel mij als een ander.